aangeschoven. We hebben ze net al gezien, de Kees Rullens, regisseur van de Passiespelen, Robin Lange. Voor de derde keer dat je meedoet, maar ja, je bent pas... Dat 18. 18. Ja. En je hebt een prachtige rol gekregen, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Jou hebben we net horen zingen, Dion. Klinkt goed. Zometeen willen we meer van je weten over hoe het gaat met je band, want het is nog niet zo heel lang bij elkaar. Nee, vanaf dit jaar eigenlijk en sowieso in deze bezetting. Alleen begonnen, ja, vorig jaar zat ik hier al. Ja, toen was je nog alleen. Toen was ik nog alleen. En nu met een goede ondersteuning dus. Ja, en het klinkt goed. Dank je. Kees, even terug naar het laatste nieuws van deze week. Er werden nog een paar grote rollen ingevuld. Ja, er zit, dat klopt. Iets meer dan een jaar voor de première. Ja. Lijkt me niet ideaal. Nee, het is niet ideaal. Maar vooral omdat we al een tijd bezig zijn. En je wilt natuurlijk volledig zijn met je hele club. Wat is een tijd? Hoe lang zijn jullie al bezig? Oef. Met de voorbereidingen? Nou, een maand of 4, 5, denk ik. Ja. Dat we met de repetities bezig zijn. Hè? Dus wat anders met allerlei andere voorbereidingen, productioneel. Dat loopt al een hele poos. Maar je mist dan een paar hele grote en hele belangrijke films. Ja, ja, dat was inderdaad vervelend. Gelukkig bij de Passiespelen is het zo dat iedereen met alle liefde en plezier rollen overneemt. En dan invalt tijdens de repetities, zodat je toch... scènes kunt zetten. Dus we hebben een hele hoop werk al gedaan. Maar vanaf vanavond komen die nieuwe mensen erbij. En, Max Peuten, Robert Bouten gaan de nieuwe rollen vervullen. Maar wat maakt het nou zo moeilijk om de juiste acteurs te vinden? Nou ja, dat is altijd lastig. Je probeert natuurlijk je groep... Het moet op elkaar afgestemd zijn. Hè? Dus als je een bepaalde Claudia hebt, de vrouw van Pilatus, dan wil je daar... een bepaalde Pilatus voor hebben. Maar je gaat daar geen concessies in doen dan? Van ja, goed, we dat hebben probeer geen... Dat probeer je niet dus te dan, doen. Kijk, integendeel, wij willen wel, you know, kwaliteit. Dus ja, dus de lat ligt hoog. En op de een of andere manier slagen we erin om daar met z'n allen overheen te springen. Dat is het mooie. Met een paar honderd mensen. Terwijl het toch allemaal amateurs zijn eigenlijk. Ja, maar dat voel je niet meer, ja. Toch? Als je ze ziet spelen, oh jongen, die inleving. Ja. Inleving gaan we het zo meteen nog over hebben. Want dan, jullie, om je in te leven, zijn jullie ook naar Jeruzalem geweest. Maar even over de rol van Ruby. Was je daar wel snel uit? Over wie die moest gaan invullen? Ja. Ja, maar dat, kijk, nu zit zij er zelf bij. Dan moet je uitkijken. Als dan gaat ze naast de schoenen. Maar die deed een goede auditie, man. Hoe gaat dat dan? Zo'n auditie? Je meldt je aan voor je auditie. Je krijgt een paar monologen toegestuurd die al beschikken tot een aantal rollen. Dus je weet wat je zegt, zeg maar. Mm. Maar jij ziet neem even één stap terug. Jij ziet de rollen dan en dan, dan denk je, ik wil Ruby worden. Werkt het zo? Nee, ik wist helemaal niet dat Ruby er was. Okay. Nee. Dus ik ben gaan auditeren met een tekst van Maria Magdalena. Omdat ik dat wel een hele mooie rol vind. Mm-hmm. Misschien voor later nog. dus daar heb ik auditie voor gedaan. Stukje monoloog, stukje bij gezongen. En toen was de bekendmaking. En toen is er een stukje verteld over de hele nieuwe rol, over Ruby. Want dat is een nieuwe rol. Als ik aan mensen vertel, ik speel Ruby, dan weet het niemand eigenlijk... De kijkers thuis ook niet, dus nee. Vertel me even wie Ruby is. Ruby is een heel opstandig piepermeisje. De dochter van de overspelige vrouw, overigens wel een bekende rol in de Passiespelen. Ja. Ruby die verzet zich heel erg tegen Jezus, want zij kent thuis kent de liefde niet. Zij wordt mishandeld, haar moeder wordt mishandeld door haar vader, haar moeder gaat vreemd, een beetje dat plaatje. Mm-hmm. En dan komt Jezus het land in en Ruby is eigenlijk zoiets van, wat kom jij hier doen? Ik heb nooit liefde gekend en dat ga ik ook absoluut niet leren kennen. Al helemaal niet door iemand die mij even hier komt vertellen hoe ik lief moet hebben. En eigenlijk later na door het spel laat Jezus toch wel zien dat die liefde er toch wel is. Nou ja, Jezus neemt het op voor je moeder, hè? Ja, voor de overspelige vrouw. Je moet het dan... niet helemaal gaan verklappen, maar leert ze de liefde dan alsnog kennen, ja. Ruby? Ja. Het is een nieuwe rol, Kees. Eén van de, want er zijn er meer, hè. Verhaal is altijd, iedereen roept altijd, weet je wel, ja, die drie dagen, de laatste drie dagen van Jezus. Dat weten we nu onderhand. Het verhaal blijft hetzelfde. Dat het begin en het einde is in ieder geval, staat vast.
Nou ja, dat zeg je nu. Dat vind ik wel heel leuk om daarover te praten trouwens. Het is maar net wat je ermee doet. Of dat iedere keer hetzelfde is. Dus ik denk... Maar hij eindigt toch aan het kruis. Hij eindigt aan het kruis. Maar wat je daarmee doet en wat je het publiek geeft om over na te denken... Dat dwingt de tijd waarin wij ons bevinden af. Dus iedere keer zijn die passiespelen anders. Dat moet ook. En zo'n rol als Ruby, wat voegt dat toe dan? Aha, dat is geweldig natuurlijk. Als je het hebt over huiselijk geweld en hoe je met kinderen omgaat en allerlei kwalijke toestanden. Dat is van deze tijd ook. Dat zeg ik. Dat is behoorlijk van deze tijd. Het speelt nog steeds. Het is dus een maatschappelijk probleem. Ja. Is dat ook wat je probeert dan aan te kaarten? Telkens die nieuwe maatschappelijke dingen die spelen? Ja, zeker. Ja, ik denk dat... dat klinkt een beetje overdreven, maar Jezus zou het daar wel mee eens zijn. Ja, denk ik. Het is niet jouw eerste keer, hè? Nee, het is mijn derde keer. Je bent 18. Ja. Welke rol heb je hiervoor gespeeld dan? Alleen je maar volk. Je was 10 toen je de eerste keer meedeed. En toen zat ik op de achtergrond bij het volk. Met mijn hele gezin, mijn zus, mijn moeder en mijn vader. En nu vond ik mezelf wel oud genoeg om een keer auditie te gaan doen. En, je vader doet nog steeds mee, toch? Ja. Ook een sprekende rol. Welke rol? Voorheen heeft hij 2010, even denken, Ongelovige Thomas. Daarnaast Simon van Sirene en nu Daniel. Ook een onbekende naam, maar wel passend bij het plaatje. Heel goed. Jullie zijn ter inspiratie in Jeruzalem geweest. Met Jezus ook en met Maria, Marcel Klaas en Marielle Billekes. Hoe was dat om daar rond te lopen? Ja, heel indrukwekkend. Was je er wel eens geweest? Nee, nog nooit. Nee, veel verhalen over gehoord, maar geweest nog nooit. We hebben wat beeldmateriaal ook. We gaan eventjes kijken naar toen jullie er waren. Je komt eigenlijk in het decor van de Passiespelen terecht. Je ziet de religies. Je voelt de devotie van de mensen die daar komen. Je ziet kostuums. Je ziet al iets wat je helpt in je rol. Zulke dingen, ja, zo loop je daar toch rond. Het was geen toeristisch uitstapje. Dat was het zeker niet. Dat ik uit heb gekeken op Jeruzalem, vanaf de Olijfberg. En daar een soort onontkoombaarheid zag van het verhaal wat zich voor mij als moeder gaat ontrollen. Dat ik weet, mijn zoon gaat een gevecht aan wat hij misschien niet gaat winnen. En dat zie je, letterlijk zie je dat aan je voeten liggen. Mooie ervaring was toen we zeg maar, vanuit het centrum van de oude stad de poort doorliepen. En dan zie je in de verte al die graven, die Joodse graven, die moslimgraven. En we gingen de Olijfberg op en dan sta je daar op de plek waarvan wordt gezegd dat Jezus daar heeft gestaan. En dan zie je Jeruzalem en Jeruzalem, wat zal er van jou worden? Dus die regel die gaat dan even door jouw hoofd. Eén moment wat me echt altijd bij zou blijven was de Joodse begraafplaats op de Olijfberg staan. In een onverwacht ijzig koude wind, hartstikke vermoeid van het reizen en van het lopen, koud. En één voor één bij ons de tranen komen om macroproblemen, microproblemen. Maar het begon daar ineens te stromen en dat gaf een hele, hele mooie verbondenheid. Het lijkt me bijzonder om eigenlijk in het decor van de Passiespelen terecht te komen. Mm-hmm. Wat voel je dan? Ze hebben het over tranen die komen. Ja, er gaat van alles door je hoofd. Je verwacht heel veel als je daarheen gaat, maar het komt totaal niet overeen met wat daadwerkelijk door je heen gaat. Wat had je verwacht dan? Dat ik inderdaad dat gevoel zou hebben van oké, hier heeft het zich allemaal afgespeeld en hier ga ik in 2020 mijn rol vertolken. Mm-hmm. Maar was veel meer emoties. Veel meer verdriet, kwaad. Waar komen die vandaan dan, die emoties? Door dingen die je ziet, die je meemaakt? Ja, combinatie van inderdaad dingen die je ziet, maar ook door wat je zelf meemaakt en hebt meegemaakt. Het is een hele lading. Wat heeft op jou het meeste indruk gemaakt? Op het moment dat we met z'n allen aan de top van een berg stonden. Dat was voor mij een moment dat je ergens naartoe hebt gewerkt, een lange tocht hebt gemaakt en dan... toch dat heb bereikt, ondanks hoe zwaar dat je het misschien hebt gehad, kon ik een beetje vergelijken met de Passiespelen. We zien jullie hier ergens op een berg staan. Is dat dit moment? Nee, dit was op een muur waar we eigenlijk over de stad heen keken. Dus je zag de
die zag de muur en over die muur heen zag je zelfs nog de gouden koepels van de moslims. Je zag eigenlijk meerdere geloven bij elkaar en dat vond ik ook wel heel erg mooi. In hoeverre, Kees, kun je hier in de voetsporen treden van Jezus? Zie je er nog iets van terug? Merk je daar iets van? Ja, nou ja, wat Robin al zegt, van de devotie, het feit dat Jezus daar heeft rondgelopen, dat druipt natuurlijk van de hele stad af. Daar kan je niet aan ontkomen. En dat is aan de ene kant een feest om te mogen zien. Zoveel liefde, devotie, goede intenties. Maar tegelijkertijd, en dat maakt die stad ook zo, dat het je zo beweegt, zit er zoveel haat. En zoveel ongelijkheid, dus onrecht. Jongen. En als je dat tot je door laat dringen, dan vind je geen woorden meer. En dan loop je over. Paul, ben jij een liefhebber van de Passiespelen? Ik heb 5 jaar geleden een boekje over de Passiespelen geschreven. En ik ben er nog een aantal keren geweest. Dus ik heb me er wel van diep. Mag ik jou één, misschien vervelend, een beetje een tricky vraag stellen? Nee hoor, maar zeker. Als je naar de kunst kijkt, afbeeldingen van Maria. Dat zijn altijd hele mooie, hele slanke vrouwen. Ja. De hoofdpersoon voldoet niet helemaal aan het beeld. Het is een heel leuk meisje, ik ken dat een beetje, heel klein beetje. Maar is dat bewust gedaan? Of is dat een rare vraag die ik stel? Dat is inderdaad een rare vraag. Ja. Ik denk dat het afbeelden van Maria zoals dat gebeurt en weet ik hoe zij aanbeden wordt. Daar hebben we iets van gemaakt. Hè? Ja, ja. Ik vind het mooi dat Marielle in dit geval, vind ik een echte moeder. Ja, ja. Hè? En ik zie daar die zoon, zie ik dan wel daar op die schoot terechtkomen als het verhaal vervelend is geëindigd. Dus en bovenal kies ik voor talent. Ja, die heet ja. Ja. Kees, wat heeft het met de acteurs gedaan, die reis? Ik kan me voorstellen dat het een enorme impact maakt en dat ook het spel en uiteindelijk de passiespeler de goede komt. Dat hoop ik. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, en zij zijn er ook getuigen van geweest, dat terwijl wij daar waren om een documentaire te maken, hè, die gaat bij L1 uitgezonden worden overigens in de Goede Week. En op Goede Vrijdag komt de editie van de vorige keer, de passiespeler, op tv. Maar wij waren daar om een documentaire te maken. Ik wil natuurlijk het liefste met die gasten werken. Maar dat spelen. Op. Ja, en wijzen op van, hey, kijk hier in die synagoge en daar staat iemand enorm te oreren. Denk eens aan Caiaphas. Maar daarmee groeide mijn onmacht. Want ik dacht van, dan ben ik hier met die drie. Waar zijn al die anderen? Mm-hmm. Ja. Dus serieus. Dat vond ik echt heel confronterend. Ik dacht van, dit is helemaal mis. Dat moet ik niet doen. Ik moet met iedereen hier naartoe of niet. Dus dat deed... Misschien voor een volgende keer. Misschien dat we nog wel een keertje gaan in het najaar met mensen die dat willen. We gaan even kijken naar nog wat foto's van jullie reis staan. Toen mogen jullie even ook uitleggen wat we daar zien. Ja. Militeren, je had het over de haat. Dit is in de moslimquarter, Oost-Jeruzalem. En daar wordt op iedere 100 meter wordt gepatrouilleerd. Dag en nacht. Er is geen meter die niet met een camera wordt bekeken. Dus het is je voelt je wel in een soort van ratten. Voel je veilig dan? Of brengt het juist een gevoel van onveiligheid? Toch wel. Maar ik denk. Ik was er onlangs nog een schietpartij meegemaakt. Ja, ondanks het feit dat die dingen gebeuren. Ik maak me toch altijd wijs dat als je eigen intenties goed zijn, dan. Als je niks hebt. Dan is het wel oké. Okay. Ja, dat is niet helemaal terecht, maar. We hebben jou wel in de gaten gehouden. Ja. Was dat nodig? In welk opzicht heb je eigenlijk wel aandacht? Ja. Arjan, haar vader, zal het niet leuk vinden, maar ik heb me toch regelmatig als haar vader voorgedaan. Verstandig. We pakken nog één foto erbij. Dan daarmee moeten we het dan helaas gaan afsluiten. Dit is waar jullie een berg op lopen. Ah, oké. Ja, ik vertel het maar wat we zien. In de woestijn. We hadden toen een dagje bij een groep Bedouinen. En toen zijn we door de heuvels gelopen. Dat was een pittige tocht. Ja, hier voor jou helemaal, met je schoenen en blaren. Ja. Om uiteindelijk in de verte aan de ene kant Jeruzalem te zien liggen en aan de andere kant de Dode Zee. Dus dat was wel een mooi punt. En je krijgt een beetje dat gevoel van de tocht die Jezus en zijn
leerlingen gemaakt hebben. Je had eigenlijk nog een kruis mee moeten dragen in die berg op. Dan was het helemaal... Ja, ja, je kunt ze in Jeruzalem huren. Ja, echt? Ja, ja, ja. Nee. Ja, ja, ja. Ja, toch ja. Niet gedaan. Dat hebben we niet gedaan, maar er wel met verbazing naar gekeken. En het is dan toch ook weer die mensen die dan echt menen wat ze doen. Het is een grote processie aan de lopende band met ja, geëmotioneerde mensen. Het is wel iets hoor. Heb je aan de hand van die reis nou nog wijzigingen in je tekst of je ansenering of zo aangebracht? Ja, maar dat doe ik eigenlijk altijd wel. En dit was, ik ben er met enige regelmaat, vrees ik. Dus, maar bijvoorbeeld, we hebben qua vormgeving, het decor speelt zich nu echt af in de stad Jeruzalem. Mm-hmm. Dus dat wordt anders dan voorheen. En met name ook op de daken en in de steegjes daar beneden. Ja, dat geeft een heel ander gevoel. Maar ja, wij zaten in een guesthouse waarbij ik min of meer boven de stad zat. Dus ja, dat decor stond voor mijn neus. En wie dat dan wil gaan zien, die moet volgend jaar van mei tot september maar een keer naar de Passiespelen gaan kijken. Ja, en zien ze jou ook schitteren in die nieuwe rol van yes. En wie overigens zin heeft om mee te doen als zanger, als binnen koor, die kan zich op dit moment ook nog aanmelden. Je zoekt nog mensen? Daar kunnen zich nog mensen voor aanmelden. Ja. Heel goed, dan weten ze dat ook. Waar moeten ze zich aanmelden? Passiespelen.nl, gok ik. Helemaal goed. Goed zo.